Vandaag laat inregelspecialist John Visser zien welke troep dat er uit een installatie kan komen wanneer je een magneetfilter gaat reinigen. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je heel makkelijk een magneetfilter reinigt. Eigenlijk is het heel simpel. Je zorgt ervoor dat je installatie op druk is. Dus er moet minimaal 2 bar druk op staan. Dan pak je een emmertje. Hier zit een aftapkraan. Draai het topje los. Dan trek je heel voorzichtig het magneet naar beneden. Dus deze zorgt ervoor dat de metaaldeeltjes nog eens extra eruit gehaald worden. Emmertje zet je eronder. Of als het niet past, zet je hier een slang aan in de emmer. Dan gebruik je de achterkant van het aftapkraantje. Kan je erop zetten. Dan draai je de aftappen open. Soms gaat het wat zwaarder. Zoals nu. En dan kan je hier gewoon heel voorzichtig een barcootje op zetten. Dus hier moet je vrij veel kracht op zetten. Dus als het te zwaar gaat, zet er een barcode op. Dan gaat het iets simpeler. En dan kan je dus zien. Dit komt dus uit het magneetfilter. Dit is ongeveer na een jaartje stoken bij deze installatie. Dus dit zwarte water dat zorgt ervoor dat alle onderdelen in de cv-installatie sneller slijten of dus verstopt gaan zitten. Dus het reinigen van een cv-installatie is super belangrijk. Dopje erop. Magneet erop. En dan installatie weer bijvullen tot 1,8 bar. En dan kan je er weer een jaar tegenaan.